Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je deze nail art laten zien. Dit is een nail art die ik afgelopen weekend op de beurs heb gezien. Bij Cornelia, bij de stand van Cornelia. En daar werden allemaal hele leuke workshops gedaan. Onder andere door Sascha Gossen. En bij haar zag ik dus deze leuke nail art voorbij komen. Tijdens de workshop gingen ze deze nail art maken. En ik vond hem echt super leuk. Ik heb toen een beetje meegekeken. En ik zei ook meteen tegen Sascha: ik moet alle producten hebben die je net gebruikt hebt, want ik wil hier een video van gaan maken. Dus alle credits voor deze nail art gaan naar Sascha. En ik vond het natuurlijk wel erg leuk om deze nail art na te maken. Ik weet dat hij ook erg populair was. Alle dames die meededen tijdens die workshop waren ook allemaal hartstikke enthousiast. Dus ik dacht, jullie vinden het ook vast wel leuk om deze nail art te zien. Het is een hele eenvoudige nail art. Je hoeft er niet allemaal lastige, moeilijke technieken voor te kennen. Ik heb dit gedaan met een zwarte gel polish als ondergrond, wat folies, de glass gel en de folie gel. En ik ga je nu dus precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik heb hier dus twee zwarte nageltjes voorbereid en hier ga ik nu twee verschillende voorbeeldjes op maken. Dit is een zwarte gel polish die ik heb uitgehard in de lamp. En daar overheen gaan we nu de folies aanbrengen. Ik heb hier een zilveren holografische folie. En die is van Cornelia. Dat is Nail Art Folie 303. En dat is dus die mooie holografische. Die ga ik nu aanbrengen over die plaklaag van die zwarte gel polish. Dat aanbrengen is heel eenvoudig. Je duwt het gewoon op dat zwart. En zo blijft de folie plakken. Ik probeer de hele nagel een klein beetje te bedekken. Maar ik vind het wel leuk als er hier en daar nog een klein beetje zwart overblijft. Dus dit is eigenlijk prima zo. Dat ga ik natuurlijk bij die andere nagel ook doen. Dus verdeel de folie een beetje over de nagel. En ook hier zie je dat er een klein beetje van dat zwart overblijft. En ook dat vind ik wel mooi zo. Dus dat laat ik zo. En dan gaan we verder met de Liquid Glass. Dat zijn de glasgels van Cornelia. Ik heb 5 verschillende Liquid Glass gels. De eerste is een beetje zo'n turquoise kleur. Dat is Aquamarine Blue. Dit is een donkerblauwe Sapphire Blue. Dit is de paarse Amethyst Violet. Vind ik een hele mooie kleur deze. Dit is een beetje een donkerrood-rozige kleur geloof ik. Dit is Garnet Red. En dit is Royal Red. En dat is echt een hele mooie rode kleur. Die gaan we zo meteen aanbrengen over deze folies. En omdat deze folies dus zilver zijn, gaat hij de kleur aannemen van die liquid glass. En dat kun je hier op de voorbeelden heel goed zien. Hier heb ik die paarse en die rode gebruikt. Bij die eerste vind ik echt een hele mooie combi. Die tweede is die turquoise met die donkerblauwe kleur. Hier heb ik die paarse met die turquoise gedaan. En dit is die andere, die garnet red. Ook weer met dat paars. En je ziet dat je ook die liquid glass heel mooi in elkaar kan overlaten lopen. Je kan er echt hele mooie combi's mee maken. En dat ga ik je nu dus ook laten zien. Ik ga deze twee combi's doen. Dus die twee blauwe en die paarse met die rode. Ik vond dat wel hele mooie combi's. Hele mooie kleuren zijn dat. En je brengt dit gewoon aan over die folies. Het is dus een beetje zo'n doorschijnende kleur. Dus het lijkt net alsof die niet helemaal dekkend is. Maar die zijn dus perfect om mooie nail arts mee te maken. Dus ik breng een beetje van dat turquoise blauw aan. Ongeveer op de helft van de nagel. En je ziet dus dat die zilveren folies meteen die blauwe kleur aannemen. En dat holo ga je er ook nog steeds in terugzien. Echt super mooi. De onderste helft ga ik nu met die donkerblauwe kleur doen. Ook dit is echt zo'n doorschijnende blauwe kleur. Die breng ik dan gewoon op de onderste helft aan. En je kan dat een klein beetje in elkaar blenden. Dus je kan een beetje zo die twee kleuren door elkaar mengen. Dat kun je gewoon met datzelfde kwastje doen. En voordat je dan je kwastje terug in het potje doet, zou ik hem wel heel even afvegen aan een wijpje. Zodat je zeker weet dat er niet iets van die andere kleur in dit potje komt. Maar zo simpel is het dus. Dit kun je nu gewoon uitharden in de lamp. En hetzelfde ga ik nu doen met die rode kleur, die Royal Red en die paarse, die Violet. Echt een hele mooie combi vind ik. Dat die rood is ook zo mooi. Ik wil die nog wel meer gaan gebruiken voor andere nail arts. Dus ik zal eens kijken wat ik daar nog meer mee kan doen. Maar dit geeft echt zo'n mooi effect. Dus dan maak ik de helft van de nagel ongeveer weer rood. En die paars is ook echt super. Dus dan breng je dat paars aan op de andere helft van de nagel. En ook deze kun je weer een klein beetje in elkaar blenden. Laat die kleuren een beetje zo in elkaar overlopen. Dep het een beetje aan. Ze zijn echt heel makkelijk te blenden. En dan krijg je echt een super mooie overloop.
Ik hoop dat je het goed kan zien, maar het ziet er in het echt, echt super mooi uit. Dus ook deze hard ik uit in de lamp en dan gaan we zo meteen verder met die gouden folies. En hier heb je dus die twee voorbeeldjes die ik net gemaakt heb. En ja, als je goed kijkt zie je wel hoe geweldig die glans is. Vooral die rood met paarse vind ik echt heel erg mooi. Maar die twee blauw op matchen ook echt perfect. Dus je kan natuurlijk de nagels ook gewoon zo laten. Als je denkt, nou ik vind dit prima, dit is al nail art genoeg. Kan zeker. En ik weet ook zeker dat ik klantjes heb die dit heel erg mooi gaan vinden. Maar we gaan natuurlijk nog een stapje verder. En nu gaan we dus die gouden folie aanbrengen. Dat ga je dus doen over deze basis. Ik heb net nog een extra topcoat aangebracht over die liquid glass. En daarvan ga ik nu heel goed de plaklaag verwijderen. Je wilt namelijk dat er geen plaklaag meer op zit. Dus dat ga ik bij allebei die nagels doen. Dus de liquid glass zit gewoon helemaal goed ingeseald. Daar zit een topcoat overheen. Daarvan heb ik nu de plaklaag verwijderd. En nu gaan we verder met de folie gel. Dit is een doorschijnende gel. Volgens mij hadden ze verschillende kleuren. En met deze folie gel gaan we nu gewoon wat willekeurige kloddertjes aanbrengen eigenlijk. Dat doe ik gewoon met een heel fijn nail art penseeltje. En daarna gaan we daar die matte gouden folie op plakken. En dit is het nummer, dat is 202. En ik heb hier al een klein stukje liggen wat ik heb afgeknipt. En dat gaan we daar zo meteen op doen. Maar ik begin nu eerst met een aantal van die kloddertjes. En je ziet het hier op die voorbeeldjes al. Dit hoeft helemaal niet precies. Je kan gewoon wat kleine kloddertjes erop doen. Die doorschijnende gel is natuurlijk wel heel lastig te zien. Dus je moet even goed kijken waar je een kloddertje legt of waar je net bent geweest. Maar je pakt gewoon een klein beetje op met een penseeltje of eventueel met een dotting tool kan het ook. En dan leg je gewoon wat druppels en wat klodders zo op de nagel. Je kan hier natuurlijk ook hele fijne lijntjes mee tekenen. En ook daar kun je dan weer de folie overheen doen. Maar je wilt nu juist een beetje zo van die grove klodders. Zodat het lijkt alsof er van die gouden druppels opgedrupt zijn. Dat krijg je dus dadelijk als je die gouden folie eroverheen hebt gedaan. Dus hier heb ik gewoon willekeurig wat kloddertjes gedaan. Ja, je kan hier nu helemaal niks van zien. Maar dit hard ik uit in de lamp. En bij die andere nagel doen we precies hetzelfde. Ook hier maak ik een aantal van die kloddertjes. En een paar strepen. En ook dit hard je dan weer uit in de lamp. En hier heb ik dus die twee nageltjes. Als je goed kijkt zie je wel een beetje dat hier wat doorschijnende kloddertjes zitten. En ook aan deze kant. En daar gaan we nu dus die folie op aanbrengen. Dit is een matte gouden folie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die nog niet eerder heb gebruikt. Ik vind het echt een superleuk effect geven. En zelfs als je er zo meteen met een topcoat overheen gaat, blijft dit gewoon mat. Dus nu gaan we de magic zien. Je duwt dit gewoon op die folie gel. En omdat je natuurlijk heel goed de plaklaag hebt verwijderd, komt de folie nergens anders terecht. Alleen maar op die plaklaag van die folie gel. Ja, en dit geeft meteen al een superleuk effect. Ik vind dit er echt heel erg leuk uitzien. En dit gaan we natuurlijk ook nog even bij die blauwe doen. Dus je dept gewoon die folies erop. En die folie gel die heeft zo'n goede plaklaag. Dat hecht echt meteen. Zo. Nou, zo zijn ze natuurlijk al ver klaar. Nu kunnen we hier gewoon de topcoat overheen doen. Ik doe hier voor de zekerheid twee laagjes topcoat overheen. Want dat goud ligt er toch ietsje dikker bovenop. Dus twee laagjes, dan weet je zeker dat het helemaal goed is ingeseald. En dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. En hier zie je het eindresultaat. Deze twee zijn de nagels die ik net heb gedaan. Ik vind het effect echt super leuk. En je kan dit natuurlijk met heel veel verschillende kleurencombi's doen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jij van deze nail art vindt. Alle producten die ik in deze video heb gebruikt zijn verkrijgbaar via Cornelia. Ik zal een linkje van die webshop onder deze video zetten. Als je de video leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer.